Hallo, dit is ons Erwin en we zijn hier bij deel 3 van Let's Play Minecraft. Oh, verkeerde knop. We hebben hier overnacht nadat we eindelijk een bed hebben gevonden. En we gaan nu weer terug naar de basis, in ieder geval proberen weer te vinden. En ik denk dat we vandaag een beetje in de mijnen rond gaan lopen. Eens kijken of we daar wat kunnen vinden. Als het goed is hebben we genoeg eten. Ja, voldoende eten. En ik zou eigenlijk niet meer weten waar onze basis is. Ik dacht ergens naar het westen. Dan lopen we met die kant op. Ik hoop dat we het kunnen vinden, anders moeten we maar weer een nieuwe basis maken. Niet dat ik daar veel zin in heb, maar ja. Als je iets niet kunt vinden, dan... Oeh, laggy. Hij is heel laggy op het moment. Ik... sluit hem even af en dan kom ik zo bij jullie terug. Zo, en daar zijn we weer. En ik hoor slimes. En ik krijg XP voor iets. Ik denk dat hier slimes zitten ergens. Ja, dan hoor ik hem weer. Nu is hij weg. Nou, in ieder geval, we gaan gewoon naar huis. Naar onze basis. Als we hem kunnen vinden, hopelijk. Maar hebben we best wel een eindje gelopen. Ik ben na dat ik een bed heb gemaakt en geslapen heb, ben ik even wel een paar dagen gestopt met spelen. Dus ik weet het ook even niet meer precies waar we nou precies vandaan gekomen zijn. Dus daarvoor nog even zoeken ben ik bang. Jullie zitten vast allemaal te roepen nou van je moet die kant op, je moet die kant op, je gaat de verkeerde kant op. Ik geloof het graag dat ik de verkeerde kant op ga, maar ik zou niet weten wat de goede kant is. Poepoe. Nou, eten hebben we voorlopig allemaal nog genoeg, dus de varkens laten we maar even lopen. Toch richting west. En toch die kant op. Oh. Ja, wat ik dus eigenlijk vandaag van plan ben, is toch om een grot in te gaan. Een beetje de grot ontdekken. Wat materialen proberen te vinden, resources. Zodat we wat dingen kunnen maken. Vooral ijzer vinden en diamanten. En ja, wel toch een beetje opkomen in de wereld natuurlijk. En later wil ik natuurlijk ook wel een spanner maken, een mobspanner. Misschien vinden we met onderzoeken in de grotten wel een mobspaner, een zombiespaner of weet ik wat. De wereld is nog niet geladen. Zo kun je hem nooit terugvinden natuurlijk. En daar zit een grotsysteem.
Nou, eerst onze basis proberen te vinden. Ik weet echt niet waar we zitten. Ik weet echt niet waar mijn basis is. Ik ben echt de weg kwijt. Ik ben zo slecht in te oriënteren in dit spel. Nou, we zaten... Hey, een tempel. Een woestijntempel. Geluk bij een ongeluk. Zullen we maar zeggen. Ah. Niks te zien. Daar misschien een ingang. Hier ook geen ingang. Dan maken we maar een ingang, hè. Het oranje wol meenemen. Aha. Geen kisten, geen schatten. Dat is jammer. Hier ook niks. Jammer. Had wel gehoopt wat kisten te kunnen vinden of zo. Hier misschien. Er zit zand voor. Ah, dat is gewoon een trap naar buiten. Helaas, niks. Daar stonden we er straks beneden. Nou, in ieder geval, de basis is niet hier. Dus we lopen maar weer terug die kant op. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat we er straks een woestijn hebben gezien. Ik ben een hekel aan het oriënteren in het spel. Ik zou echt een reisminimap moeten installeren. Ik weet niet of jullie dat kennen, een modje waar je een minimap krijgt en je kan al je punten die je wilt onthouden aangeven op de map. Is dus wat makkelijker om daar naartoe te lopen. Sorry, ik ben ook een beetje verkouden al een tijdje, dus ik praat ook niet zo heel veel en je zult me waarschijnlijk af en toe wel, wat is dit hier, af en toe wel eens horen snotteren. Oh, is niks, maar dat hoort er allemaal bij in deze tijd van het jaar. Er zijn wel meer mensen ziek. Wat ik gehoord heb. Ik ben het echt kwijt, jongens. Ik ben het echt kwijt. Nog steeds oost, west, west moesten we. Volgens mij. Ik weet het echt niet meer. Ja, nou komen we ook nog schapen tegen. Hè? Dat wil dus zeggen dat we in ieder geval niet in de buurt zitten. Beetje raar landschap, wat ik vorige keer volgens mij ook al zei, dat het er zo raar uitziet. Het gaat nog donker worden ook. Oh, dat is een gat, nog een gat. Ja, dan gaat het dus donker worden, dus we moeten onszelf maar even ergens te slapen leggen.
En misschien kan ik vanuit de verte de fakkels zien. In het donker. En daar komt de maan al. Ik zie nog niks van licht. Oh, is dat? Nee. We wachten tot de zon helemaal onder is, dat het goed donker is. Misschien dat we dan ergens wat licht zien. Ik zie nog steeds niks. Nog niet onder, kom je ook weg. Oh, is dat het niet? Ik zie licht daar. Daar gaan we morgen vroeg natuurlijk die kant op. Sorry. Sorry, skelet. Nou, zo is het voor jullie ook maar een saaie aflevering om te kijken. En kijken hoe iemand zijn basis niet terug kan vinden. Creeper, hallo meneer Creeper. En daar blijven staan. Is dat prima daar? Oh, een creeper. Ja, ik zie de fakkels. We hebben het gevonden. Toch? Of niet? Oh, nee. Is wel hier in de buurt dan, als ik het goed heb. Ik weet niet of ik ze wel gemarkeerd heb, de lava. Zodat ik het makkelijk terug kon vinden. Nou ja, makkelijk. Zou Spanje ook ergens moeten zijn. Spanje was in een jungle als ik het goed heb. Oh kijk, ja. Hier zijn we, hier zijn we. Oh. Gevonden. Eindelijk. Ja, kip erin. Deze kan daarbij. Ja, die kan allemaal zo lang wel hierin. Ja, drie slijmballen. Had ik toch slijms gehoord inderdaad. Oké. Okay. Hier even een beetje uitbreiden. Dat ik mijn bed hier kan plaatsen. En onze eerste basis. Ik denk niet dat we heel lang hier blijven. Ik moet ook een ander mooi plekje opzoeken om daar een huis en alles te bouwen. Hadden wij hier nou vorige keer een grot gevonden of niet? Want dat weet ik niet meer. Van de kool. Oh, ja, volgens mij hadden wij hier een grot gevonden. Nee. Ik weet niet, was het van de zombie is het niet?
moet hier ergens wel een grot zitten volgens mij. Ah, kijk. Ja. Oh, ik heb fakkels nodig, dus ik moet kool hebben. Ik moet wel kool hebben om fakkels te kunnen maken natuurlijk. En volgens mij. Oh, ik heb nog 48 kool. Oké. Ja, sorry dat het begin zoeken was naar onze basis. Maar we hebben het gevonden en sorry. We gaan nu onze eerste grot proberen te onderzoeken. Het begint al gelijk goed, zie ik. Een grote grot of ben benieuwd. Echt waar. Hier zo er langs kunnen en alstublieft niet in de lava vallen. IJzer. Nou, krijg ik een heel zware lijk. Eentje is genoeg. Oh, kijk, diamanten. We hebben al diamanten. Wat? Een zombie in een leren harnas. Laat je hem ook vallen of? Oh, hij is al gedoofd. Hallo meneer zombie. Nee, laat hem niet vallen. Jammer. Nou, we hebben onze eerste diamant gevonden. Dat had ik niet verwacht zo snel. Moet ik zeggen. In ieder geval 2-3 stuks. Vier stuks. Klinkt goed. Ziet er goed uit. Oh, nog één. Oh, ik hoor spinnen. Oh, chips. Weg, 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 weg. Vijf, zes, zeven. Oh, nog eentje eronder. 8 stuks. Zo'n grote heb ik nog nooit gehad. Zo'n grote ader. Zo'n grote ader heb ik nog nooit gehad. Daar wordt men wel blij van. Dat er niks. Oh. Oh, maar hopen dat. Oh shit. Sorry. Oh, nog met iemand. Weg, weg. Oh, het is 2 nog wel.
Ga weg, ga weg, ga weg. Nou, gelukkig de diamant niet opgeblazen. Ik denk dat we eerst hier ook nog maar wat fakkels wat meer uitlichten. Ik hoor weer een zombie. Oh, stond er alleen Shoppy. Oh! Oh nee. Oh, pas op, dadelijk loop ik nog in de lava. Oh, hier was geen lava, gelukkig. Ik denk dat we gewoon als een sodemieter. Ik hoor een skelet. Ik ga terug naar boven. Als ik de uitgang kan vinden. Ah, nog een creeper. Ik weet al niet meer waar ik langs naar binnen ben gekomen. Boom. Dag, Mr. Creeper. Waar zijn we ook alweer langs naar binnen? Zoals ik al gezegd heb, ik ben zo slecht in het oriënteren. Ja, hier zijn we langs gekomen. Ik ben zo verschrikkelijk slecht in het oriënteren in de mijnen, in de grotten. Echt, ik ben altijd de weg kwijt. Ben hier langs gekomen? Zou kunnen, ja. Ja. Dit ziet eruit als een... Oh, hier langs, denk ik. Yep. En wel even afsluiten dat er in ieder geval geen creepers langs kunnen komen. Of andere mobs. De trap moet ik ook nog wat aan veranderen. Dan moeten we gewoon traptreden opmaken, dat we wat sneller van boven naar beneden kunnen. Zo. Ja. Diamanten in de kist zolang. Spijderoog, draad. Redstone, een bot. Goud moeten we nog smelten. Gravel, ja, die gooi ik nog wel weg. Veren, kool. Ja, dat houden we zo lang maar even bij. Het eten, dat zetten we hier maar zo lang weg. Het ijzer hierop. En dan gaan we even slapen en dan komen we de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Dag allemaal.